De eenparige beweging. We hebben hier een buis met allemaal gaatjes erin. En dan kan deze blazer, gaat er zo lucht in blazen. Dan komt hier lucht uit die gaatjes. En dan drijft dit gevalletje, dat drijft er gewoon op. Dan moet ik de pin naar voren zetten. De pin staat nu op 13. En dan zit hier een soort stootkussen. Op 7 en daar 19,3 is het einde. En als je hem dus een zet geeft, dan neemt hij normaal af. Dan komt hij niet tot het eind. En die hele buis is 2 meter. Maar ook op 13 centimeter van het einde, op 187,0 zit die pin. En het stootkussen zit op 193,3. En het begin zit op 180,8. Maar ja, je kan duidelijk zien dat hij niet mooi heen en weer gaat. Ik neem het af. Pop, dus je vertelt het einde wel. Andersom. Dat kan wel. En dan als je een kleine zetje geeft, dan remt hij af. Ja, nu gaan we de blazer aanzetten. En weg is de weerstand. Nou, hij komt een beetje terug. Horizontaal te krijgen. Maar ja, hij remt duidelijk minder af als lucht doorheen wordt geblazen.